Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door K2 Wielers in Drempt. Uw adres voor nieuwe en gebruikte scooters, tevens voor onderhoud en reparatie. Beste mensen, allemaal welkom bij Ubbing. Het is voor ons een hele bijzondere dag, want ik denk dat dit de eerste keer is in de geschiedenis dat wij deze zaal in elk geval een lintje aan onze gewaardeerde medewerkers uit mogen reiken. Liefst wil ik natuurlijk 250 uitreiken aan al onze fanatieke medewerkers, maar in dit geval is het heel speciaal omdat het hele korps keurig en ornaat in staat. Ze komen hier vaker, maar dan met bloeiende sirenes. Dit keer gewoon in alle rust zijn ze binnengekomen, dus dat doet ons genoegen. Als het goed is weet Carlo van niks. Die zit gewoon in een vergadering met zijn leidinggevende. Dus ik ga hem nu even bellen dat we storing hebben, dat het licht uitgevallen is. En dat ik hier met een hele zaal van mensen zit. En dan hoop ik dat hij snel komt. Ik kan ook zijn dat hij zegt, ga je even kijken. Bro. Ja. Eens even naar mij toe. En leg de spullen maar gewoon neer. Nee, die heb je niet meer nodig. Kijk maar eens even goed. Ja, ik weet het, hè? Iedereen wist het, heel Doesburg. Nee, ik niet. Nou ja, je weet niet wat er komen gaat. Maar ik ga eerst wat tegen je zeggen. Vind je dat goed? Ja? Carlo, je bent al ongelooflijk lang vrijwilliger bij de brandweer Doesburg. Weet je ook al hoe lang? 25,5 jaar. Nee, langer. Bijna 27. Sinds 1989. En je hebt een enorme carrière gemaakt. Je bent van brandwacht naar brandwacht eerste klas en hoofdbrandwacht gegaan. En ik krijg altijd van alles mee. Hè. Kijk, dus wat ik nu allemaal ga zeggen is allemaal op de konto van alles wat hier in uniform een beetje zit en ook een beetje familie. Maar je hebt je gespecialiseerd op het gebied van motorkettingzagen. En je bent hier bij Ubbing en nogmaals ongelooflijk dank dat we je hier mochten overvallen. Ben je elektromonteur ingenieur en daarom ben je dus ook onderhoudsspecialist geworden op het gebied van elektronica op de brandweerpost en de brandweervoertuigen. Ik heb me laten vertellen dat je heel veel kluste in de kazerne. Helemaal uitbesteden, dat was niet jouw woord. Nee, zelf aanpakken hè. Zoals ze in de Achterhoek zeggen, dram. Ja, precies. Waar ken ik dat van? Ja. Dat gold voor reparaties, maar zelfs voor het opbouwen van de brandweervoertuigen, heb ik me laten vertellen. Niet alleen hoor. Nee, dat je samen, collega Henk-Jan was daar belangrijk in. En dan weet ik niet hoe ik dat moet zeggen, de 5731 of de 5731. Of de 5731. Maakt niet uit. Iedereen weet wat ik bedoel nu. Dat ben je zelf gaan bepalen en je zette eigenlijk de bouwers van dat voertuig min of meer buitenspel. En ik heb mij ook laten vertellen dat je op een gegeven moment op vakantie in Duitsland was. En je heel erg druk hebt gemaakt over de inzet van de lokale brandweerpost al daar. En allemaal hele goed bedoelde adviezen bent gaan geven. Dus ook uit Duitsland kwamen ze belden ze van nou, als er toch iemand een onderscheiding verdient, dan ben jij het. Er ging ook wel eens wat mis. Een duikoefening. Kun je me misschien nog herinneren? Een paar jaar geleden, drenkeling te water. Een drenkeling, nou ja, daar gebruikt de brandweer poppen voor. Het is een oefening. Gaat wel eens wat mis. De pop is namelijk gelukkig, die is namelijk nooit meer teruggevonden, want er was iemand vergeten het touw aan de pop vast te maken. Ja. Daar heb ik de schuld van gebracht. Ja, oké. Okay. Nee, ik zeg ook iemand, ik zeg niet. En iets met een speculaaspop. Ja. Wat was dat? Ja, het was gewoon een regionale oefening die een beetje saai was. En dan gingen wij maar. Op het dak van het voertuig. Speculaas eten, ja. Nou, hier staat dat jij dat in je eentje opat, terwijl die voor de hele ploeg bedoeld was. We hadden allemaal een pop. We hadden allemaal een pop. Maar goed, je hebt je ruim 27 jaar met heel veel toewijding ingezet voor de vrijwillige brandweer.
En je sloeg ook nooit bijvoorbeeld een verzoek om mee te helpen met de cursus motorkettingzaag af. Je hebt daar wel iets mee, want ik heb begrepen dat je een kloofmachine hebt gevraagd als afscheidscadeau bij de brandweer. Ja, heel, heel erg leuk. Ik weet niet eens wat het is, maar... Je hebt geen open haard. Nee. 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 Maar dan snap ik hem. Je bent niet helemaal weg bij het korps. Dat heb ik begrepen. Kom nog steeds voor de scholing van beginnende chauffeurs. Ze zijn daar je ook heel dankbaar voor. En er zijn een heleboel redenen om dadelijk te gaan zeggen waarom ik wat ik ga zeggen. Ze zit in het complot. Ze zei gisteren tegen me, ik heb hem nog nooit belazerd. Dit is de eerste keer. Maar dit is wel leuk belazeren, denk ik. Want namelijk, om al die redenen die ik nu genoemd heb en nog heel veel meer, heb ik toch heel goed nieuws voor je. Op grond van, en dan gaan we even formeel doen, want het hoort erbij. Op grond van uw langdurige inzet voor de vrijwillige brandweer van Doesburg, heb ik het grote genoegen u mede te delen dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd u, de heer Carlo Becker, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En graag wil ik u nu deze koninklijke onderscheiding op gaan spelden. Ja, ja, ja. Er zit nog een strikje bij, die mag je dan altijd. Maar vandaag mag je deze doen. Waar gaan we doen? Het moet aan een bepaalde kant, hè? Rechts of links? En ik moet zo een beetje... Zo te zien links. Zo te zien links. Gaan we dat doen. Zal ik hem op je t-shirt of op je dingen? Ja, doe maar even op de veiliger. Niet op t-shirt. En dan gaan we even zo doen. Zo. Nou, dat heb je. Heel hartelijk gefeliciteerd. Er is een hoorpon erbij en een doos. Zal ik de bloem aan haar geven of aan jou? Die verdien zij. Die verdien jij, Carla. Ook gefeliciteerd. Hè? En dan hebben we iets nieuws bedacht, want een nieuwe burgemeester die bedenkt ook wat nieuws. En namelijk een onderscheiding krijg je van Zijne Majesteit de Koning. Maar het zijn wel mensen in Doesburg die het krijgen, tenminste waar hij niks mag uitreiken. En toen dachten we, nou dan vinden we ook dat daar een Doesburgs cadeau bij. Het is een collectors item. Er zijn er zoveel van dat ik denk dat ik, als ik hier ongeveer 10, 12 jaar burgemeester ben, dat ik net voldoende heb om uit te delen. Maak het open en het is iets echt wat bij Doesburg hoort en bij de gemeente hoort. Nogmaals, dames en heren, geweldig als nieuwe lid. Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door K2 Wielers in Drempt. Uw adres voor nieuwe en gebruikte scooters, tevens voor onderhoud en reparatie.